Mensen moeten van dichtbij kijken en soms van afstand. Madueke bijvoorbeeld, een van de spelers die PSV niet kan opstellen. Hij geblesseerd. En ja, geen Gakpo, geen Madueke, geen Thomas, geen Doan en ook geen Gutsen. Dat zijn vijf spelers die achter normaal gesproken de spits Sahavi spelen. En dus wordt het wat rommelen hier. Ryan Thomas moet dan toch weer een kleine ingreep ondergaan aan de knie. Dus dat zit hem wat dat betreft zeker niet mee voor deze wedstrijd. Zeer opmerkelijke keuzes door beide coaches gemaakt ook. En dan hoop je natuurlijk dat dat jouw kant opvalt, want dat is wel een beetje belangrijk voor PSV. Dat natuurlijk twee wedstrijden verloor, de laatste twee tegen Monaco en tegen Ajax Twente. Dat in de competitie drie wedstrijden op rij niet wist te winnen. Twee keer gelijk. Vorig weekend die 2-1 thuisnederlaag tegen NEC. Het zijn dus ploegen die wat willen laten zien. Dit is de opstelling. 4-3-3. We gaan zien hoe dat precies uit gaat pakken. Dat Obispo naast Ramaljo staat, dat is niet zo vreemd. Dat gebeurt wel vaker. Van Ginkel, Boskakli en Sangaré. Van Ginkel op 10 denk ik. En dan Boskakli en Sangaré, de twee wat meer controlerende spelers. Maar we gaan het allemaal zien. En Sahavi vanaf de linkerkant. En hier de opstelling van Twente. Pleguezuelo die terug is, centraal achterin komt spelen. Hilgers daardoor rechtsback. Dat zegt ook iets over de rechtsbackspositie van Giovanni Troupé. Dus niet alleen gepasseerd wordt op Pleguezuelo, maar dus ook door een speler die normaal gesproken centraal achterin staat. En hij maakt zijn eredivisiedebuut, Jeffrey de Lange. Ja, Van Wolfswinkel, valpartij, dan Misicjan. En dit is heel goed gekiept door Drommel. En Van Wolfswinkel vindt dit eigenlijk wel strafschopwaardig. Het spel is hervat reeds. Met Van Ginkel nu rechts, Vertessen. En kijken hoe snel PSV hiervan kan profiteren. Vertessen naar binnen, Vertessen met niet bepaald een vlammend schot. Nogmaals, zegt Makkeli, tegen iedereen die het wil zien en wil horen. Van een strafschop was, mijns inziens, geen sprake aan de andere kant. Ja, hij glijdt daar voor langs en zo daarom kan Van Wolfswinkel niet bij de bal. Vervolgens is de kans voor Misicjan en zat Drommel er heel goed kort op. Obispo, deze is voor Pleguezuelo. Deze voor Sahavi en dan is Vinicius weg. Van Ginkel en Vertessen in de 16. Vinicius en daar is het Jorbe Vertessen. Met een heel dikke kans voor PSV. Daar ligt ineens die rechterkant niet wat open. En omdat er in het midden niet goed mee gedacht wordt en niet goed mee gestapt wordt, is het Vinicius die de bal aan Vertessen kan geven. Van Wolfswinkel. Flap, goed weggestuurd. Flap naar Zerouki of doet hij het zelf? Daar is de treffer voor Twente. De treffer van Flap. En dat zal de stemming hier in Eindhoven niet ten goede komen. Tenminste bij het grote gros van de hier aanwezigen. Als Flap ineens de ruimte had. Hij loopt door waar Boskakli bij heeft staan. En dan heeft hij een aantal mogelijkheden. En dan passeert hij Drommel. Van Ginkel. Paas op Vertessen. Vertessen. Oh, die is ook wel lekker. Dat is een fijne uithaal van Jorbe Vertessen. En dan een minuut na de 0-1. Vertessen, de aanname. En dan de knallende verhoek. De snelle gelijkmaker nadat hij Twente op voorsprong schoot. Deze. Kopsterk, altijd al geweest. Dit is Ennio van der Gouw, 20 jaar jong, 1,95 meter lang. Van der Gouw, dat is een bekende achternaam. Ja, want dit is zijn vader, Raymond van der Gouw. Hij is keeperstrainer van PSV. Misicjan. Flap. Legt hem zo meneer voor Van Ginkel. Boskakli wilde Vertessen aanspelen.
had Smal niet gezien. Flap. Flap. Van Wolfswinkel. Serouki. Sadilek. Prima gespeeld Twente. Smal. Flap. En dat is toch een speler die wat vrijheid weet te pakken telkenmaal. Dit is Misicjan. Met een niet al te ingewikkelde inzet voor Drommel. Deze. Vertessen. Deze naar binnen, nu naar buiten. Zodat, ja, prima gespeeld. Nu terugleggen ze Avi. Prima aanval. Prachtige goal. Heel mooi opgezet aan die rechterkant. Met Vertessen en Teese. En de afronding van Zahavi. Die zijn vierde van dit seizoen maakt. Bal voorbij aan Teese. Van Wolfswinkel, Serouki. Schieten? Ja, dat doet hij. Wat een goal! Wat een waanzinnige goal van Serouki. Het gaat mis met een simpel oogend paasje van Van Ginkel richting deze. Dan legt Van Wolfswinkel die bal terug op Serouki. Ja, die moet nog even een kleine omweg maken. En dan jaagt hij hem in de winkelhaak. Een schitterende goal van Serouki. Net te kort. Die bal van Drommel richting deze. En deze bal gaat richting Flap. Deze bal gaat richting Flap. En die gaat net naast. Excuses van Drommel voor die bal. Die hij zojuist gaf. Dat leidt dan tot deze kans voor Flap. Vertessen gaat door. Vertessen. Dit is een breedte bal die erin gaat. Nee, die er niet eens in gaat. Vinicius, ja, nu wel. Vertessen met zijn tweede. Maar ook dat die Vinicius die bal er niet in krijgt. Nou, die balt daar heel erg van. Want er is meteen overleg, zo links en rechts. Is dit buitenspel van deze blijft. Ja, Vinicius blijft hier achter. Maar dat Vinicius hier die bal er niet in krijgt. En dan is het. Niet Vinicius, De Lange wel en Vertessen uiteindelijk zeker en vast. Is het een overtreding op de keeper van Vinicius? Nee, het is gewoon een goal. Prupper wint het duel van Vinicius. Vertessen. Vinicius hier buitenspel. Ah, komt niet eens aan de bal. Dan is het Zahavi. En nou, dan maakt hij hem eindelijk eens een keer toch. Zo, die ramt daar wat frustratie van zich af, zeg. Heeft zijn goal te pakken. Na zoveel gemiste kansen. Ook vandaag weer. Toch een paar minuten geleden nog bijvoorbeeld. Vinicius met de 4-2. Kijk dit. Ja, blijdschap en frustratie toch ook een beetje. Serouki. Flap. Achter Serouki, ook niet bereikt door Van Wolfswinkel. Zahavi, Vinicius en De Lange. Moet hem laten gaan. Vinicius voor zijn tweede. Ja hoor. Hij is los. Zeer opportunistische opmerking natuurlijk door te zeggen hij is los. Maar hij hikte er zo lang tegenaan. Hij maakte nu twee kort achter elkaar. De Lange gokte, moest wel. Nee, was net te laat. Serouki. Ja, Van Wolfswinkel er ook af. Serouki, Flap, ook hij gaat eraf. En Misicjan. Dat is best veel.
Nou, heeft Ron Jans in ieder geval nog één wisselmogelijkheid over. Boskagli. Veel ruimte hier aan deze rechterkant bij Teese. Mauro. Boskagli. Sangaré. Dreigt met het schot. Hij gaat behoorlijk ruim naast. Dat chagrijn even weggespoeld. Rond PSV, rond Roger Schmid. Oké, met name gestalte dan toch tussen de 54ste en de 63ste minuut van deze wedstrijd. Maar Gutierrez, linksruimte, Max. Bruma, terug, Max. Terug, Bruma. Bruma, terugleggen, Max hier Romero. Tegen de paal. De voorbereidende werkzaamheden van Bruma en dan Maxi Romero buitenkant paal. Applaus geldt voor Twente, of voor met name PSV. Maar dankzij Twente in de eerste helft toch zeker een geweldige wedstrijd om naar te kijken. Vinicius is van de nul af. En dat zorgt ervoor dat het een grote lach op zijn gezicht tovert. Ja, PSV kon er in de tweede helft overheen denderen in een tijdsbestek van 10 minuten. Daarmee was ook meteen de spanning uit de wedstrijd weg. Omdat Twente niet bij machten was dat te laten zien wat ze in de eerste helft wel lieten zien. 54ste minuut Vertessen, 58ste minuut Vinicius en 63ste minuut wederom Vinicius. En alleen maar glimlachende mensen aan de kant van PSV.